peperplanten? Een project waar ik al heel jaar mee bezig ben om dit soort in deze omgeving te optimaliseren. Er zijn heel veel mensen die deze video's volgen en vergelijkbare resultaten halen. Uiteraard zijn er ook mensen die er wat meer moeite mee hebben. Maar over het algemeen, de resultaten zijn voor altijd vergelijkbaar. Echter, ik gebruik tegenwoordig mijn eigen voedingsstoffen. Dus dat echt meer geoptimaliseerd is voor productie. Per vierkante meter. En ja, deze planten heb ik al een berg van afgehaald. Maar dit jaar is natuurlijk een stuk slechter jaar geweest dan voorafgaande jaren. Want we hebben heel augustus eigenlijk gehad met de regen en kou, slecht weer. En nu zie je ook weer dat er gewoon dauw op de planten zit. Met andere woorden, het begint flink af te koelen. We zitten in september, oktober en half november hebben we nog. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat heel veel pepersoorten en vooral bekerms op het eind van het jaar de meeste bloemen en de meeste knopjes maken. En ik heb al heel wat mensen gezien die zeggen van ik ga nou de plant leeg plukken, dus de bladeren eruit halen of het halveren van bladeren. Wat ik ook heb gezien is dat mensen dus nu beginnen met knopjes te verwijderen met het idee van hey, dan rijpen mijn andere planten of mijn andere vruchten sneller. Maar dat vind ik een beetje een rare manier van werken. Maar dat is een persoonlijke mening. De harde realiteit is, deze bloemen of deze vruchten, die kunnen nog redelijk snel groot worden. Zeker als het daar 2 weken warm is geweest of wanneer het gewoon 2 weken zonnetje schijnt. Dan zie je dat al deze plekken nog volledige vruchten kunnen produceren. En zoals je kunt zien, zijn er een hoop die hier gewoon zitten. Het zijn over dit klein beetje meer dan 50 pepers. En als iedere peper tussen de 15 en 20 gram weegt, nou, reken hem maar uit. En hier zie je een heel goed voorbeeld. Hier zijn de pepers al wat groter. En deze pepers die hebben gewoon meer kans om sneller groot te worden. Na het formaat dat ze gewoon, ja, gewoon geplukt kunnen worden en rijp zijn. 8 tot 9 maanden werk hebben om daarna te besluiten om het seizoen af te kappen omdat het gewoon koud begint te worden. Ik begrijp dat sommige mensen wat meer geïnteresseerd daarin zijn omdat ze gewoon of kou op de botten krijgen of omdat het steeds zwaarder wordt om het te doen. Maar zoals ik net zei, heel veel pepersoorten, vooral bekerms, annums, die leveren pas de grootste pepers op het eind van het jaar. En ook gaan die pepers pas rijpen op het eind van het jaar. Dus er moet men optimaal gebruik van worden. Bij de Fiery Fruit View zit er, ik wil niet zeggen een geheime formule, maar er zit een klein dingetje waarbij wat meer fosfor, wat meer kalium toegevoegd kan worden om deze kleine vruchten te promoten tot gewoon wat grotere vruchten. En ja, misschien zijn deze dan onrijp, dus dit formaat hieronder, maar die onrijpe pepers die kun je naar binnen halen, voor het raam leggen of warm leggen en dan rijpen ze ook. Maar dan heb je nog steeds die 50 stuks die 15 tot 20 gram wegen, wat behoorlijk wat een gewicht is. En dan heb je meer pepers dan je nu hebt als je nou gewoon de boel gaat kaal plukken en alle bloemen gaat verwijderen. Dus wat ik ga doen, of beter gezegd wat ik al heb gedaan, is deze tank leegmaken. En hij is nog goed schoon, ik heb alleen een beetje kalkaanslag. En even de leiding een keertje flushen. En dan vul ik deze af met Fiery Fruit View. Alleen dan knikker ik de B eruit, want dat is de stikstofbron. En dan geef ik alleen A en dan voeg ik wel een andere calciumbron eraan toe. En omdat ik dan alleen maar A geef en misschien zelfs ietsjes meer dan op de formule staat, zul je gewoon zien dat deze vruchten binnen no time gewoon een stuk harder gaan groeien. Want kalium en fosfor is voor vruchtzetting en voor de promotie van grotere vruchten. Omdat ik in één keer heel weinig stikstof ga geven, zul je wel zien dat er meer gele bladeren gaan komen. Maar minder stikstof heeft een voordeel bij pepers en tomatenplanten. De brikswaarde gaat omhoog. Maar ik ken ook genoeg mensen die bijvoorbeeld GE gebruiken. En dan gaan ze op het eind van de rit rijpen toevoegen of final part. Maar om heel eerlijk te zijn, Final Part is niet gemaakt voor pepers en al helemaal niet voor tomaten. Het is gemaakt voor cannabis en dat is een heel andere plantsoort. Dus, maar wat ik nu ga doen is de pK verhogen naar een 30, 50 en dan meer trace mineraal, meer E72 introduceren. Gewoon puur om meer productie te promoten, zodat ik het laatste beetje er nog uit kan halen.
En nee, het is absoluut geen must. Je kunt gewoon verder gaan zoals het op het schema staat. Want dat is het meest makkelijke voor de meeste mensen. Maar er zijn ook nogmaals mensen die wat meer eruit proberen te halen. En deze pepers die nog onrijp zijn, maar wel aan het groeien zijn, promoten tot grotere vruchten. Dus ik heb even maximale gepakt. Dat is bloei en vrucht hier. Nou, ik heb even de A opgelost in heet water. Dus hij is nu even oplossen. Dit is voor 45 liter. De B, dat is deze hier, met de korrels, die geef ik dus niet. Nou, de tank is helemaal aangevuld. En dit is de A, dus die gooi ik ernaar bij. Voor alle duidelijkheid, de A is met 10% verhoogd dan wat op het schema staat. Dus er komt veel meer fosfor, veel meer kalium, veel meer trace mineraal, veel meer E72 bij. Maar wat er minder in zit is stikstof en het bevat nu ook geen calcium. Dus wat ik wel moet doen is nou extra calcium toevoegen in een andere vorm. Calciumacetaat of zo, of gewoon dat ik bij de planten zelf direct calcium in de bodem ga gooien. Maar hier zit dus niks in. Dit is ook trouwens een mooie moment om flash clean eraan toe te voegen of een of ander product wat de leidingen schoonmaakt, want er zit nou geen kalk meer in. Nou, dit is mijn calciumbron. Gelukkig is deze redelijk makkelijk oplosbaar. Dus de kalk gaat er nu ook bij. En dit moet even goed geroerd worden en dan is het in principe klaar. Het enige wat ik nog even moet doen is dan een pH-check hier tot ik op 6.3, 6.4 zit. Want dat is voor deze plant het meeste optimaal. Maar ja, ik heb dus geen B eraan toegevoegd, zoals ik net al zei. Gewoon puur om de stikstof laag te houden. Maar dat gaat wel een probleem introduceren, want heel veel mensen zullen dan heel veel gele bladeren zien. De plant gaat zich essentieel zelf opvreten om alle energie van de bladeren naar de vrucht te steken. Dus heb je dat liever niet en wil je gewoon tot op het eind van het jaar mooie planten hebben die er gewoon groen en vol uitzien, dan gewoon de A en de B volgens je feature op de verpakking gewoon aanhouden en niks aanpassen. Ook geen 10% toevoegen of wat dan ook. Maar ja, wanneer je dus een hoge brix wilt hebben en de alle vruchten wilt laten groot worden, of in ieder geval dat de productie volop een start gaat en tot deze vruchten nog gewoon fatsoenlijk gaan worden, ja, dan zal je een beetje moeten tweaken. Dan moet je de B eruit laten, 10% meer bij de A geven en dan een aparte calcium eraan toe moeten voegen. Maar nogmaals, de voedingsstoffen zoals het is, werkt tot het eind van het jaar zonder dat je al deze tweaks gaat doen of wat dan ook. Dat is nergens voor nodig. Maar ja, we kunnen wel direct zien dat de kou in de nachten aanwezig is, want deze pepers worden alleen maar paars of krijgen alleen maar paarse strepen of worden paars wanneer er weinig zon is geweest of, zoals je kunt zien, wanneer de nachten koud zijn. Want het slaat op de pepers. Het kan geen kwaad overigens, want de pepers die kunnen er wel tegen wat kou. Maar je ziet gewoon dat er wat meer stress is in de planten. Maar zoals ik al zei, de Capsicum Becadums, deze plantsoorten, die kunnen tegen wat kou, die kunnen ook tegen warmte. Dus het is een heel diverse plantsoort voor hier in Nederland. Dat is ook een van de redenen waarom ik ze heel graag kweek. Want ze produceren 1 knoepers voor pepers, want deze dingen zijn echt gigantisch. En ze zijn gewoon ontzettend stabiel. En als je het goed doet, heb je gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pepers op dit klein beetje stuk hier. Maar ja, we zullen eerst maar eens even zien wat dit gaat doen met de aanpassing die ik net heb gemaakt met de voeding. Maar men moet ook rekening houden. Deze planten die staan nou in koude potgrond. En de kou promoot geen vertranspiratie of verdamping. Dus het kan soms heel lang duren voordat de plant überhaupt voedingsstoffen gaan krijgen. Dus die 40 liter aan voeding wat ik nou aan heb gemaakt, dat kan maanden mee doen. Want deze planten zijpen op dit moment gewoon voor geen meter meer. Tenzij het elke keer warm is en 28 graden gaat worden of wat dan ook, als dat nog gaat gebeuren. Want dan zie je in één keer dat de planten veel meer gaan drinken. Ja, en dan komt er ook gewoon een ontzettend hoge hoeveelheid voedingsstoffen bij de planten. Die ervoor gaat zorgen dat de vruchten gewoon groter gaan worden. En nogmaals, de kleine vruchten, dus de belangrijke vruchten, deze hier, ja, groter en gaan rijpen.
De voeding is ontwikkeld met het idee dat beide producten, de A en de B, gescheiden gegeven kan worden om ervoor te zorgen dat jullie zelf de formule vinden voor de planten die jullie kweken. Want er bestaan 50.000 verschillende pepersoorten, er bestaan 100.000 verschillende tomatensoorten en ik noem maar wat getallen uit mijn hoofd, dus ik weet niet zeker of het zo is. Maar iedere plant heeft dus net ietsjes anders nodig dan ja, een andere soort. Maar over het algemeen, wanneer je een hogere brix wilt hebben, wil je een lager stikstofgehalte hebben. En de B is de dominante stikstofbron in mijn voeding. Dus die kan je volledig eruit knikken en dan hou je nog een klein beetje stikstof over van in de A zit. En ik heb dat niet op de feature toegevoegd, omdat het voor de V1, wat deze formule is op dit moment, ja, daar is het wel op berekend, dus mogelijk. Maar het maakt het voor de eindgebruiker wat lastiger, want dan moeten ze weer twee dingen gaan scheiden en gaan rekenen en zo. Dus ik heb dat er niet aan toegevoegd. Bij de V2 zal het wel bijberekend worden, maar dat maakt het ook een stuk complexer voor sommige mensen. Maar ja, ik heb nou in ieder geval mijn tank leeg gemaakt. Ik heb er nieuw water in gegooid, ik heb het afgezuurd, ik heb er voeding bij gegooid en ik heb er extra calcium aan toegevoegd. En dit is ook een van de redenen waarom ik dus op Patreon vaker heb uitgelegd van kalmag is niet nodig, tenzij je op het eind van een jaar zit om complicaties te voorkomen. Want nogmaals, neusrot en schimmels en die dingen allemaal komen rond deze periodes pas voor. Dus vooraan in het seizoen al een berg kalmag in je planten toevoegen is nergens voor nodig, tenzij je met GE, Clara, Plagon, wat voor merk dan ook gaat gebruiken. Want dan moet je wel weer een berg gaan toevoegen. Bij mijn voeding is het nogmaals niet echt nodig als je gewoon de feedyard aanhoudt. Maar ga je de hele stikstofbron eruit knikken. Dan gooi je ook de hele calciumbron eruit, want dat is gewoon erin gebouwd. En dan heb je gewoon een probleem. Dan moet je een andere calciumbron eraan toevoegen. Een calciumacetaat. Dus ik heb er een video in het verleden over gemaakt. Moet je maar even zoeken op YouTube. Dat is een goede bron om aan de planten te geven. Heb je een andere calciumbron waar je direct aan je planten kunt geven door gewoon te strooien. Zoals zeewierkalk of merel, zoals ze dat noemen. Dan kan dat ook gegeven worden, maar het probleem daarmee is, het heeft even nodig met afbreken. Dus het is niet direct opneembaar. Maar ja, ik laat het nou gewoon gaan op deze formule, om te laten zien wat mogelijk is. Ik zal ook wat foto's op Patreon plaatsen voor de members, want die vinden het altijd wel interessant. Dit is gewoon het laatste beetje uit je plant halen. Maar de plant die haalt dus alle vitamines, mineralen, stikstof, fosfor en kalium uit de bladeren en die verplaatst het naar zijn vruchten voor opslag. Als jij de bladeren, ik wilde bijna vruchten zeggen, maar de bladeren gaat verwijderen, ja, dan is er niks meer om in die vruchten te douwen. Dus je krijgt allemaal van die lage blikswaardes. Maar dit is gewoon een hele effectieve methode om het laatste te halen uit het oost van dit seizoen. Maar dat was het voor vandaag. Heb je vragen over de voeding? Heb je vragen over peperplanten? Laat het me weten. En anders, tot de volgende keer.